Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayabin van Surifatu.com en ik zit hier met mevrouw De Vries. Mevrouw De Vries. We zijn in december. Leuke periode in Suriname. Niet voor mij. Niet voor u? Waarom niet? U vindt het niet zo leuk hier? Geen plezier. Hoe komt het? Omstandigheden. Wat zijn de omstandigheden? Mag ik wat vragen daarover of heeft u het liever niet? Huis is niet goed. Mm-hmm. Er is een vorm met u voor, want ik heb niemand die mij helpt. Dus u zoekt iemand die u helpt om uw huis schoon te maken? Nee, dus het huis zelf is niet goed. Het moet gerepareerd worden? Ja, en ik belde mijn dochter laatst om wat geld van mijn stil iemand te zoeken om me te helpen. Is niet gelukt? Maar wie zou u nog meer kunnen helpen? De overheid zou u ook kunnen helpen eigenlijk. Nooit ben ik bij de overheid geweest. U bent nooit geweest? Nooit bij sociale zaken of ergens, volkshuisvesting? Maar in 2013 gaat u wel naar ze gaan? Nee, het is boedel toch? Oh, is boedel. Ja, ik begrijp het. Ik ga erover, maar zo weet niet of ze moeder hier is. Weet je hoe lang ik mijn dochter niet heb gezien? Dus u zou graag uw dochter willen zien? Ik ben alleen. Oké. Okay. Dus deze periode is een beetje moeilijk voor u. Juist omdat het zoveel leuke dingen zijn, dan maakt het het zwaarder voor u eigenlijk. Maar wat zouden we eraan kunnen doen om het minder zwaar voor u te kunnen maken? Nee, u moet ook met voorstellen komen, dan kunnen we kijken. Als we er wat mee zouden kunnen doen. Iemand uw erf laten schoonmaken, dat zou alvast een beetje helpen, no? Waarom zit ik hier? Ik heb een ja, maar hoe zit het met de feestdagen? Gaat u nog iets lekkers eten of koken? Niet. Dus. Mijn kleindochter van 24. Dus als we iets lekkers voor u thuis brengen, dan zou u wel blij zijn. Misschien ook niet. Misschien ook niet? Ik heb een zoveel. Oh ja, nee, dan begrijp ik het wel. Komt dat een beetje terug? Ja, toch. Maar u gaat wel 2013 een beetje positiever ermee om? Laten we dat beloven aan elkaar. Ja. Nee, maar het is goed dat ik met u heb gesproken. Want zulke verhalen zijn ook zeker belangrijk. Dat we dus ook leren omgaan met onze naasten, onze buren. En ook voor hun problemen klaar moeten staan. Dus mevrouw De Vries, ik wil u nu beloven dat ik u ga helpen. Maar eigenlijk zouden we ook kunnen kijken hoe we het makkelijker voor u kunnen maken in 2013. Maar u moet het ook zelf ook willen. Ik wil wel even een brassa aan u geven. Mag dat? Even hoor, kijk. Even een brassa aan mevrouw De Vries. Lobby, lobby, lobby. Ja, het gaat goed komen in 2013, ja? Dus goed kijkers, jullie hebben het gehoord. Mevrouw De Vries gaat wat positiever zijn in 2013. En we gaan natuurlijk kijken wie we kunnen inzetten om mevrouw De Vries te helpen. Toch mevrouw De Vries? Doei kijkers.